is jouw magische beleving. De mijne is gemaakt met pure liefde. Want we mogen het weer. Met z'n allen onze tongen weer dopen in het brood dat als een zegen onze smaakpapillen verwendt. We mogen opnieuw ervaren hoe de komende feestdagen ons vreugde zullen brengen en hechten tot één familie. Dit is de liefdevolle, oneindige verbinding tussen het brood, de bakkerij en haar consument die niet meer weg te denken is. Het is de boter erop gesmeerd, de kaas ermee bedekt. Het is ons jong geleerd en nog steeds een mooie les dat waarlijk uitgegroeid is tot onze kersttraditie. Gemaakt met pure liefde. Onze eigen Fernandes. Es dite la isla, un bledi te giui, su sofum sa congi visrana, via la salvaca in a glori fu cristeti, un non vani feti, un non estreti. Vandaag ons kerstbrood-event gehad. We hebben de kerstperiode ingeluid in Suriname. Hoeveel hebben jullie al gesneden? 10 meter. Ja. En hoeveel sneetjes zijn dat? Dat is 10 meter. We hebben nog 30 te gaan. We hebben 40 meter kerstbrood gehad. Het is echt een kerstbrood van 40 meter. Vraag me niet hoe het wordt gebakken, want dat is het geheim van de bakkers, maar in totaliteit hebben we 58 meter gedaan. Vanuit de verschillende districten natuurlijk. En vandaag is eigenlijk het main event. Je begint toen de tijd om dus kerstman te zijn en ook Fernandes kerstbrood te bakken. Hoe kan ik dit willen missen? Inderdaad, want kijk, je moet natuurlijk cadeautjes voor iedereen sorteren en dan moet je ook nog kerstbrood bakken. 58 meter lang, hoe spelen jullie dat klaar? Heel veel liefde. Goede ingrediënten, heel veel liefde. Waarom 58 meter? Fernandes Bakkerij is 58 jaar. Dus we doen eigenlijk elk jaar een paar metertjes erbij. En dit jaar hadden we zoiets van, hey, weet je, we zijn 58 jaar, dus we gaan 58 meter doen. In de kerstperiode is een periode voor ons, voor teruggeven. Dat doen we elk jaar. We hebben 3 kindertehuizen die zijn genomineerd eigenlijk door de gemeenschap. En die zijn dan in aanmerking gekomen voor een ondersteuning. En waarom hebben jullie dit gedaan vandaag? Is nog niet eens december. Klopt. Wij luiden kerst eigenlijk in november in Suriname. Dan begint eigenlijk de maand van liefde, het geven voor elkaar en aan elkaar. En ja, we willen niet wachten tot kerst. Ik bedoel, als wij niet starten, dan begint kerst in Suriname niet. We hebben het middels een drive-thru gedaan. En het is eigenlijk heel erg geslaagd. Iedereen is blij, iedereen is happy.
Dit zijn de toverkrachten van Fernandes kerstbrood. Want zelfs buiten haar oevers overwint haar magie vele harten. Blijft het hierbij, want het was reuze gezellig. Het liefst gaan we door de hele week, totdat het, of de hele maand, totdat het kerst is. Helaas kan dat niet. We komen straks tot het eind. Maar we zijn er volgend jaar, door het jaar heen weer. Daar staan wij om bekend. We werken hard. We proberen de gemeenschap zoveel mogelijk, zo goed mogelijk te dienen. En wanneer het moment is, moeten wij ook een keertje feesten met de gemeenschap. We weten echt dat de gemeenschap een keuze heeft. En uit het diepst van ons hart zijn wij jullie echt dankbaar en erkentelijk dat jullie toch nog voor ons kiezen. Dankjewel.